harte welkom, een hele goede middag. Welkom bij The Making of Your World. Dat is een lezingenserie waarin we elke dag gaan kijken met een topdesigner, topontwerper naar objecten die ofwel heel erg favoriet zijn of juist helemaal niet favoriet en heel veel frustratie en irritatie oproepen. Vandaag ga ik dat doen met niemand minder dan de helft van Overtreders W. Groot applaus, dames en heren, voor Reinder Bakker. Reinder, neem plaats, dan kunnen we gelijk gaan beginnen. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb alleen één vraag. Overtreders W. Waar staat dat voor? Ik kon het nergens vinden. Nee, en ik dacht eigenlijk dat je die vraag al ging stellen. En ik dacht, als het maar niet de eerste vraag is. Ja. Mag ik hem ook aan het einde doen? Dat mag je ook doen. Ja? En dan gaan we hem onthouden. Dan gaan we wel naar het begin ook van jouw carrière, denk ik. Of van jullie carrière, omdat je samenwerkt. In 2006 ben je afgestudeerd hier aan de Design Academy in Eindhoven. Wat was dat voor een tijd en wat voor een project had jij? Ik ben afgestudeerd inderdaad hier in Eindhoven aan de Design Academy. En ik ben afgestudeerd met een balkonkeuken. En ik denk dat het op zich wel dat afstudeerwerk niet zozeer wat het is geworden, maar wel de manier hoe het is gegaan ook wel toch wel ook typerend is voor wat ik eigenlijk nog steeds doe. Ja. Ik heb stage gelopen bij Ramlabor. Dat is een Duits architectenbureau. Ja. Dat is nu vrij groot. Ja. Dat waren toen nog twee mensen. Ik heb ook stage gelopen bij Jurgen Bij. En toen bij Ramlabor hebben we een tijdelijk theaterfestival gemaakt in ergens in Oost-Duitsland, in Halle. En wat ik eigenlijk daar wel zag is dat ontwerpen niet alleen iets is wat hoeft te zijn dat je maakt als een product dat in de winkel ligt. Wat je toch op de academie niet per se leert, helemaal niet. Maar wat is dan dat andere, zeg maar? Voordat ik dat een beetje had uitgevonden, dat heb ik daar wel ontdekt. En met dat afstudeerwerk, dat is de balkonkeuken. En wat ik toen heb gedaan is, mensen in Eindhoven allemaal briefjes in de bus gedaan van de nieuwbouw achter de academie. In alle appartementen en iedereen gevraagd van, goh, ik wil eens graag, jullie wonen daar nu bijna een jaar. Ja. De zomer komt eraan, ik wil het graag eens hebben met jullie over jullie balkon. En ik heb denk ik 20 gesprekken gevoerd, want het waren 20 mensen die mij terugbelden. En hoeveel briefjes had je daarvoor? Ik heb gewoon bij iedereen, denk ik. Ja. Ik weet ook niet meer precies. Ik heb gewoon 100 briefjes of 200 briefjes, ik weet het niet meer. Gewoon en al die. Had ik een aantal voorbeelden gemaakt van wat je zou kunnen doen met het balkon. Om de mensen een beetje los te maken van wat je zou, hoe zo'n balkon er ook uit zou kunnen zien. Ja. En daar kwam eigenlijk één stel mensen, die waren heel enthousiast. En die hadden een kookstudio. En die hadden een heel raar lang balkon, van 10 meter lang, maar 1 meter diep. Okay. En die wisten echt niet wat ze ermee aan moesten. Dus een beetje deze tafel, maar je kon er echt net zo op, zeg maar. Misschien 1,20 diep dan. En maar dan heel lang, zo helemaal langs het appartement. En die waren eigenlijk heel blij dat ik langskwam. En toen heb ik voor hun een hele lange keuken gemaakt. Ja. Omdat ze eigenlijk als hobby hebben koken. En waar je eigenlijk een barbecue, waar kruiden in groeien. Speciaal voor hun balkon. Okay. En dat is dus echt gerealiseerd ook? Zij hebben ook mijn afstudeerwerk betaald. Dus het was ook wel fijn, want ik had helemaal geen geld. Dus dat was meteen geregeld. Het geeft ook wel aan dat er ook een zakelijk instinct aanwezig is. Is dat ook de rolverdeling bij jullie in de studio? Dat ik zakelijker ben? Ja, nee. Hoe zou je die rolverdeling omschrijven? Want Hester van Dijk is degene met wie je die studio hebt opgericht. Is hier ook aanwezig. Ze kan ook protest aandienen als het niet klopt wat je zegt. Ik denk dat de rolverdeling is dat ik wat meer klets en praat en bel. Het is misschien een rare rolverdeling. Het ontwerpen doen we echt samen. Ja. En Hester die is wat meer rustig van het gewoon werken en uren maken. En achter de computer gewoon dedicated. En schrijven kan Hester ook veel beter dan ik. Want ik schrijf echt geen rechte zin. Wel eerlijk. Ja. Goed in ieder geval dat je hier bent. En ik wil nog één vraag stellen over de studio. En dan gaan we naar jouw objecten die je hebt meegenomen. Want iedereen die vraagt zich natuurlijk af, waarom neem je tomaten mee en smeerkaas en dat soort dingen. We gaan dat straks allemaal zien. Alleen, ik zag dat je allerlei projecten doet. Van een pop-up pancake store tot tot interieurinstallaties, tot de tentoonstelling hier in het klokgebouw beneden, die ook van jullie hand is. Wat is nou de rode draad in deze projecten, als er iets is? Misschien is het dat niet. Nou, sowieso, wij maken altijd werk, we zijn geen productontwerpers, dus wij maken altijd ruimtelijk werk op locatie, voor een bepaalde plek. En die plek die geeft ook de inspiratie, en dat zijn ook vaak de mensen die het gebruiken, of de omstandigheden op zo'n plek. Ik denk dat het belangrijkste is voor ons.
En daarnaast zijn er een aantal, denk ik, een aantal rode lijnen. De ene keer komt de ene rode lijn wat meer naar voren dan de andere. Maar er zijn een aantal dingen die vaker terugkomen in ons werk. En een van de dingen is toch wel op de een of andere manier waar het van gemaakt is. Materiaal en dan vooral duurzaam eigenlijk. En wat is dan duurzaamheid en hoe uitzicht dat? En ook hoe mensen het gebruiken. Dus hoe laat je mensen wel meewerken aan het ontwerpproces, maar zonder dat ze daar helemaal invloed op hebben over hoe het er uiteindelijk uit komt te zien, maar dat ze wel het gevoel van betrokkenheid hebben. Okay. Dus er zijn een aantal van dat soort lijnen. Dat lijkt me hier heel moeilijk ook, omdat iedereen iets wil laten zien en het liefst zoveel mogelijk ruimte, denk ik, ook letterlijk wil hebben. Je bedoelt hier het klokgebouw? Ja. Hoe heb je dat hier dan aangepakt? Het klokgebouw is eigenlijk toch een beurs. Het is een tentoonstellingbeurs. Mensen huren een kavel. Dus er komen heel veel aanmeldingen. En wij zijn door die selecties heen gegaan. Dat is één deel van het werk. Dat heel erg leuk is. En we hebben geprobeerd dat zo goed mogelijk te groeperen. Maar uiteindelijk is het klokgebouw wel ontwerp in de breedste zin van het woord. Er zijn dingen waar ik zelf wat minder raakvlak mee heb. Sommige dingen wat meer. Ja. Zo. En natuurlijk hebben we ook wel gezocht dat er naar een aantal partijen. Want we hebben een thema. En het thema was no waste. Dus we wilden eigenlijk geen afval maken voor de hele expositie in het klokgebouw. En daarvoor hadden we bedacht van we willen gewoon. We waren een keer op de woonbeurs en toen zagen we echt bergen containers die na afloop van zo'n woonbeurs gewoon wat er weggegooid wordt. Nieuwe vloeren die daar gewoon een week hebben gelegen. Ik kan het zo gek niet bedenken. Echt kilometers tapijt door de hallen. Echt van alles. En dat is gewoon echt linea recta dan? Dat gaat linea recta gewoon naar het grofvel. Okay. En wat doen jullie dan nu met dat gegeven? Gaat het nu niet naar het grofvel? Nee, we hebben dus de hele tentoonstelling uit restmaterialen gebouwd. Of uit geleende materialen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de tentoonstelling, The Making of Your World, die beneden te zien is. Die wij ook mede hebben vormgegeven met Bas van Abel en Tim Vermeulen. Wij hebben vormgegeven, maar we hebben samen ook samengesteld met hun. Ja. Die is helemaal gemaakt uit materiaal wat van het oude Stedelijk Museum tentoonstelling is overgenomen. Okay. Dat was de Amsterdamse school tentoonstelling, misschien dat mensen die hebben gezien. Ja. En we hebben daar wel echt als materiaal gebruikt. Dat was ook wel de deal die we hadden met Stedelijk en met Cosman de Jong, die tentoonstelling hadden ontworpen. Dus we hebben het echt wel iets anders van geprobeerd te maken. Ja. We hebben alle gordijnen die je door het klokgebouw ziet, dat is Verosol. Dat is een gordijnfabrikant en die hebben die verdampen daar op aluminium, zodat de zon reflecteert. En soms zie je dan wel eens een foutje. Elk foutje in de stof zie je nog meer door dat verdampenproces. En de hele dag zit er iemand achter een lichtbak te controleren op foutjes. En die plakt dan aan de zijkant een stickertje. Ja. Waar de foutjes zitten. En dan in productie snijden ze de gordijnen rondom die foutjes. Maar soms zijn er rollen waar best veel foutjes in zitten. En daar heeft natuurlijk niemand in het productieproces zin om zo'n rol te pakken. Dus die zakt langzamerhand naar beneden. Na 10 jaar dan. Ja. Is iedereen die rollen vergeten en dan zijn ze over. Dus dat was 700 strekkende meter. Okay. Wat hebben we nog meer? We hebben van Interface, tapijttegels. Ja. Die hebben een Nederlands bedrijf. Die produceren 15 miljoen vierkante meter per jaar voor de Europese markt. Ja. Nog een keer zoveel in Azië, nog een keer zoveel in Amerika. Ja. En die hebben elke 100 meter stikken ze een rol aan elkaar met felgeel draad. Omdat het een continu proces is. En het zijn steeds 4 tegels die niet gebruikt kunnen worden. Okay. En die tegels liggen ook hier in het klokgebouw. Die gaan wel weer terug. Die kunnen ze wel weer helemaal scheiden en ontmantelen. Maar eigenlijk is het klokgebouw een soort van tijdelijke opslag van materialen. Want heel veel dingen, we hebben gekeken naar waar het vandaan komt. Maar ook weer waar het straks naartoe gaat. Want die tentoonstelling van de Amsterdamse school, of dat framework eigenlijk, dat gaat straks weer door. Ja, dat was het enige waar we nog niet helemaal. Er waren een paar dingen waar we nog niet helemaal uit waren. Maar die gaat nu even in de opslag en er is heel veel interesse. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Er zijn meerdere partijen die het over willen nemen. Ofwel als hele tentoonstelling. Okay. Dus met de werk erbij of als materiaal. Ja. Dus dat is nog een beetje. Maar het gaat niet weg. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is goed om te horen. Dat duurzaamheid is ook een mooi bruggetje eigenlijk naar jouw objecten die je hebt meegenomen. En die objecten die lagen ook in de tentoonstelling. En sterker nog, we spreken ook af dat we ze straks weer terugleggen. Ja. Ook als ze kapot gaan of als ze onherkenbaar zijn, dan nog leggen we ze terug. Het is namelijk een. U bent allemaal getuigen nu van een design-anatomische les, zou je kunnen zeggen. Vroeger, 1632, hoef ik niet uit te leggen, deed Rembrandt dat. En dan zag je voor het eerst een beetje wat er onder de huid van de mens gebeurde. En werd dat publiek gemaakt. Wat wij willen doen nu, is gaan kijken, als je nou echt iets uit elkaar haalt, gaat ontleden, wat wordt er dan zichtbaar? Nou, daar hebben we ook een camera voor, die hangt hierboven. Dus wat er hier op tafel gebeurt, dat is natuurlijk interessant. En u ziet nu alleen onze handen. Maar straks pakken we die objecten en die gaan we dan hier live waarschijnlijk gewoon slopen.
En dan ga jij ons vertellen wat we eigenlijk precies zien en waarom je die hebt meegenomen. Ik zie verschillende dingen daar staan. Waar gaan we mee beginnen? Waar wil je graag mee beginnen? Misschien toch even uitleggen nog even over het plastic project beneden. Waarom ik hierop ben gekomen toch? Dat is zinvol denk ik, want het heeft allemaal plastic gemeen. Het zijn allemaal verpakkingen die ik dus mee heb genomen. We hebben eigenlijk, het staat ook beneden in de tentoonstelling The Making of Your World. We hebben het is eigenlijk een lang verhaal, maar we hebben ooit het Noorderparkbar gemaakt. Dat is een barretje van 100% marktplaatsmaterialen. En daaruit voortgekomen is eigenlijk dat we in hetzelfde park nog een paviljoen zouden bouwen. Ja. En toen kwam tegelijkertijd de vraag van een club die wilde iets met plastic recycling. En die kwamen naar ons toe van, goh, willen jullie daar ook over nadenken? En toen dachten we, wij gaan een gebouw maken uit gerecycled plastic. Helder. Want we dachten, we combineren die twee dingen. En dat is gewoon wat we gaan doen. En vervolgens zijn zij dus plastic gaan verzamelen. En toen dachten we, daar moeten we er ook echt iets mee. Dus dat waren echt bergen, containers. En wij riepen gewoon, wij gaan een gebouw maken van plastic. Maar we wisten nog helemaal niet hoe en of dat kon en wat daar de consequenties van zijn. Ik denk dat dat ook een beetje de rode draad is in ons werk. Dat we dan gewoon ergens aan beginnen en dat je soms nog niet helemaal weet waar het... De proces is zeg maar ook echt een belangrijk onderdeel van het werk. Dus we zijn gewoon begonnen. Ja. En, noem je dat dan ambitie of ook bluff een beetje? Het is een combinatie. Het is een combinatie misschien van bluff of ambitie. Ja, ik bedoel, later hebben we voor de Hogeschool van Amsterdam hebben we een aantal units gemaakt uit dat plastic. Ja. Het gebouw staat er nog niet, dus ook een ingewikkeld verhaal. Maar dat gaat er wel komen. Okay. We zien het achter ons inmiddels. Dat is voor de Hogeschool van Amsterdam. Ja. Er is nog een beeld waarop je, volgens mij, daar zie je het ook goed. Dat is dus allemaal gewoon gemaakt van afvalplastic. En we hebben dus zelf machines gemaakt daarvoor. Die dat dus kunnen kleinschalig kunnen verwerken. Okay. Ja. Dus er gaat plastic in, bijvoorbeeld dit plastic, en dan komt zo'n, mag ik het een tegel noemen? Komt er tegel of lei, wij noemen het leien. Ja, precies. Ja. En dit is nog voor binnen. We hebben eigenlijk een test gemaakt nu voor binnen. 4 units in de Hogeschool van Amsterdam, bij de Leeuwenburg in Amsterdam, bij de Amstel. Wat we eigenlijk heel erg hieruit voortkwam, en dat is eigenlijk ook een beetje wat ook de les was vanuit de Noorderparkbar, dat je van tweedehands materialen iets kan maken wat eruit ziet als nieuw. Of in ieder geval niet. Je ziet wel dat het gebruikt is. Maar eigenlijk wil je dat het een bijna mooier leven heeft dan dat het daarvoor had. Ja. En dat was ons doel hiermee. Okay. Ja. Nou, dan is die geschiedenis en dat kader duidelijk. Dat is duidelijk. Ik wil ook het publiek vertellen dat we natuurlijk ook openstaan voor vragen straks. Ik wil eerst alleen kijken of we iets kunnen gaan ontleden. Wil je het erbij pakken, zodat we het allemaal kunnen zien? Laten we beginnen met de gevulde koek, inderdaad. Ja. Dan heb je dus op een gegeven moment, dan krijg je dus gewoon vuilniszakken vol. En dan is er tegen die mensen gezegd welke plastic soorten je wel kan gebruiken en welke niet. Ja. Dat heeft Wasted, die club die dat voor ons inzamelde, die hadden daar allemaal briefjes bij en allemaal systemen voor. Maar vervolgens denkt iedereen plastic is plastic. Dus je krijgt, wat je krijgt is gewoon dit, dan zijn de gevulde koeken meestal wel opgegeten. Ja, dus, maar op zich, je ziet bij deze al hoe ongelooflijk, hoef je het eigenlijk niet eens te zeggen, toch? Ik bedoel, dit is je zin in een koekje trouwens. Ik weet niet of ze... Ik weet ook niet of ze... Ze hebben een week in de tentoonstelling gelegen. Die zijn wel even houdbaar. Ja. Dit is dus... Kijk, en er zit hier dus nog hierin. Dus ze zijn allemaal per stuk verpakt. Ja. Dan krijg je dus dit. Je krijgt een vuilniszak met dit en dan is het leeg. Ik heb hier nog wat plastic meegenomen. Ik gooi het er ook gewoon maar bij. Ja. Deze ook, is ook plastic. En dan moet je daarmee aan de slag. En dan moet je dat gaan begrijpen en dan moet je er iets mee gaan doen. Wat het zo is met het... al het verpakkingsmateriaal heeft een icoontje, een logootje. Ja. Kunnen we dat laten zien? Ja, dat kan ik laten zien als ik het kan vinden. Want daar begint het dus altijd al mee. We kunnen dat dan ook kunnen meekijken. Hier begint dus al meteen de grootste frustratie. Ja. Ik begin eventjes met eentje die ik wel gewoon kan vinden. Want dan komen we straks wel... het is eigenlijk dus heel goed dat ik hem niet kan vinden. Want het is dus eigenlijk, dat zegt wel weer wat over hoe idioot het in elkaar zit. Er zit hier een... ga je dat zien? Moet ik hem echt... Ja. Nee, dan hou ik hem nooit stil genoeg. Er zit een driehoekig logootje. Iedereen kent dat driehoekig logootje, denk ik wel. Zo'n driehoek met pijltjes. Ja.
En er staat een nummertje in. En er zijn 7 nummertjes. En elk nummertje... Ja, ik hoor nu iets nieuws. Dus dit is zie je hier dit? Ik kan het bevestigen. En er staat een nummer 1. Er staat een nummer 1 in. Ja. Er staat hieronder nog pet geschreven. Ja. Dus dan is het nog makkelijk. Dan weet je dat 1 is nummer pet. Oké. Prima. 1 is altijd nummer pet. Of is, nummer 1 is altijd pet. En zo heeft in principe in het verpakkingsmateriaal heeft elk plastic heeft een nummertje. Okay. Zodat je kan herkennen wat het is. En is het dan ook, zeg maar, 1 is goed en 7 is slecht? Of is het gewoon een soort? Nee, want sowieso wat is goed en wat is slecht, dat is al vrij lastig. Ik weet het zelf ook nog steeds niet helemaal. Okay. Wel een beetje. Even voor de duidelijkheid, misschien zitten hier wel plastic experts in de zaal. Ik weet wel wat, maar ik weet ook nog heel veel niet. Er zijn voor mij ook nog heel veel vraagtekens. Ik heb met heel veel mensen gesproken en ik heb allemaal losse eindjes. En soms dan, er zijn nog heel veel dingen voor mij ook niet duidelijk. Okay. Maar oké, wat er wel duidelijk is in ieder geval dat er in de verpakkingsindustrie 7 plastic zijn. Maar er zijn van alle soorten plastic zijn er 4266 plastics. Oké. Okay. Ja? Om het even duidelijk makkelijk te maken. Ja, dat zijn die. Er zijn die 7 plastic, dat is dus in die verpakkingsindustrie. En daarvan is nummer 1 is PET, nummer 2 is HDPE. HDPE? Ja. Wat is dat? Ja, dat is dus een andere soort. En dat is dus meteen het lastige. Dan gaan we gewoon deze even uit elkaar halen. Oké. Hier staat dus ook, als het goed is... Ja, zal je net zien... Het hoort hier dus ook in te staan. En de meesten hebben het dus hier. Ja. Maar vaak is het zo microscopisch klein... dat je het eigenlijk niet kan terugvinden. Maar bij deze... Ik denk ook niet dat heel veel mensen dit gaan bekijken. Nee, maar dit zou dus nummer 2 zijn. Dat is nummer 2, HDPE. Okay. Ik had nog zo'n fles mee. Misschien staat die daar wel... Nee, dan heb ik die alsnog niet ingepakt. Ja. Maar dit is nummer 2, HDPE. Ja. Die doppen zijn dat eigenlijk altijd. Ja. Nou ja, dan zitten we hier dus nog met dit... Dat randje. Ja, want die HDPE, die kunnen wij dus gebruiken. Ja. Er zijn 2 plastics die wij echt goed kunnen gebruiken, zijn we achtergekomen. Dat is HDPE en PP. Dus nummer 2 en nummer 5. Oké. Dan zijn er nog... Is het zinvol om te vragen waar die afkortingen voor staan? Of, Polypropyleen. En, maar ik ben geen scheikundige, dus ik weet alleen maar waar het dan voor staat. En wat het dan vervolgens, precies hoe die ketens in elkaar zitten, weet ik niet. Oh, ja. Polypropyleen en high-density polyethyleen. En dan heb je dus ook LDPE. Dat is nummer 3? Nee, dat is nummer 4. Okay. Nummer 3 is PVC. Maar nummer 3 is sowieso makkelijk. We gaan even een paar dingen schrappen. We hebben nummer 3, die kan je schrappen, want dat is PVC. Ja. En PVC mag niet meer gebruikt worden in dit soort producten. In Europa of in de wereld? In Europa in ieder geval. Ik weet niet hoe het verder zit. Okay. Dus dat zal je niet meer vinden. Maar je hebt nog wel PVC in de bouw. Er wordt nog heel veel PVC-buizen voor elektra-buizen. Dat soort dingen is allemaal PVC. Maar dat mag niet meer gebruikt worden. Dat is vooral omdat PVC ook heel schadelijk is als het verbrandt. Ja. Dus er komen chloorgassen, geloof ik, bij vrij. Dus die kan je eigenlijk, nummer 3 kan je schrappen. Nummer 7 is ook een rare, want dat is de categorie overig. Oké, okay. die valt moeilijk te schrappen. Die maar, valt, ja. Maar wat valt daaronder bijvoorbeeld? Geen idee, al het andere. Ja, maar soms staat het er ineens op en dan denk je, ja, wat is het dan? Ja, ja. Ja, ik bedoel... En dat gebruiken jullie dus ook niet, omdat je weet niet wat wat het is? Nee, je weet niet wat het is. Okay. Dan hebben we nummer 4, dat is LDPE. Ja. Dat is waarschijnlijk deze. Dat zijn plastic tasjes, meestal. Maar ik zag vanochtend deze. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat is dus ook LDPE. Die neem ik even mee en dan staat het erop. Meestal staat het erop. En dan staat hier, gemaakt van 80% gerecycled plastic. Dus dan is het 20% niet gerecycled. En 80% wel. 80% wel. Ja. En dan, maar dan vraag ik me vooral af, wat is het dan? Waarvan is het dan gemaakt? Ja, ik heb en dat geen hoeft idee. Ze dan er niet op te zetten. Nee, blijkbaar. Oh. Ja, dus dan kom je dus dan denk ik, wat heeft dat nummertje dan voor een zin? Hè? Ja. Dat is dus dan, ik begrijp daar ook helemaal, dan kan je dus, je komt er nooit meer eigenlijk achter wat dit nou eigenlijk is. Ja. En eigenlijk wat het rare eraan is dat je er ook dus nooit meer achter, dat je er dus daarna volgens mij ook niks meer mee kan. Of iemand moet mij vertellen dat dat wel kan. Maar volgens mij is het daarna als grondstof gewoon, als je niet meer weet wat het is, je weet niet meer wat voor... dingen erin zitten. Je weet niet hoe je moet behandelen. Je weet niet, ik bedoel, vrij lastig. Ja. En wij drinken dit dan op. En dat duurt dan, nou ja, ik bedoel, als we hier iedereen een glaas geven, dan hebben we meer fles al nodig. Dus het gaat rap. Ja. En dan gooi je het weg. En dat heeft eigenlijk heel kort even zijn functie gehad. En daarna is het van iets nuttigs is het afval geworden.
En dan gaan we het dus in de plastic bak gooien, die oranje containers. Ja. Dat moet je dan eigenlijk doen tegenwoordig. En er stond laatst 2 weken geleden in de krant een artikel dat er dan met 20% te recyclen valt en 80% niet. Dus dat het eigenlijk het inzamelprogramma eigenlijk mislukt is. Ja. Omdat ze gewoon te veel rommel door elkaar zit. En dat zit hem dus in die verpakkingen. Want dit is dus PET, hebben we net geconstateerd, hè, nummer 1. Dit is HDPE. Ja. Maar in de industrie gaan ze echt niet. Dat hebben wij dus wel allemaal gedaan om dat te maken. Dit. Ja, ja. Dat randje. Dat randje er dus afhalen. Heb je een mesje? Dit is een mesje hier. Ja. Oh, ja, daar. Doe voorzichtig. Ja. Bedoel, dit is eigenlijk al een handeling die. Ja, als iedereen dat thuis netjes doet zo. En dit is dan HDPE. Dus dit kunnen we heel goed recyclen. En het mooie van HDPE, dus zelfs als PP. Ik weet toevallig van deze, dat is nummer 5. PP, deze is mooi schoon. Okay. Dit is PP, zie je? Ja. Hier. Ja, ik zie het nummer 5. Je wordt op een gegeven moment wel getraind in waar het staat en hoe... Dat... Ik ga nu heel anders naar dit soort dingen kijken. Dit is PP. Ja. Deze gebruiken jullie dus ook? Ja, die gebruiken we ook. Ja. En dit is ook PP5. Dus, nou ja. Okay. Dus laten we gewoon hier, ik zal voorstellen, zien we dit hier? Ja. Even, ja, een beetje zo. Alles wat we gaan kunnen gebruiken, dus zullen we dat hier neerleggen? Zo? Ja, is goed. Dan, deze kan er dus. Ja, maar dan moeten we misschien eigenlijk aan die kant van de tafel, laten we hier aan deze kant van de tafel dan de PP leggen. Ja. Dan maken we hier de HDP zo. Vind ik prima. Ja? Ja. Okay. Dat kunnen we dus gebruiken. Dit, en het goede hiervan is dat je dit gewoon weer om kan smelten. Dus ja. dit is een kunststof. Als je dit klein maakt en gewoon versnippert, dan kan je het gewoon weer smelten en dan gaat het goed. Maar dit is ook heel mooi schoon. Hier zit niks. Hè? Er zit niks aan. Dit bakje is ook helemaal perfect. Er zit geen etiket op. Er zit geen inkt op. Dus eigenlijk is dat perfect volgens mij. Want dat kan je gewoon. Dat is gewoon zo'n materiaal. Dat kan je weer omsmelten en dat kan iets anders worden. Ja. En vervolgens, als je dat zat bent, huid heel netjes, smelt je het weer om, kan het weer iets anders worden. Kan het dus, is dat echt zo dat het dan... Dat kan niet eeuwig volgens mij, maar wel heel erg lang. Okay. Bij PP en HDPE. Maar bij PET is dat bijvoorbeeld alweer veel lastiger. Ja. Kunnen ze wel recyclen, maar dan maak je dan bijvoorbeeld kleding van, vlies draaien en dat soort dingen. Maar die kan je dus niet, als je die verhit, dan wordt die bros. Hmm. Dus dan kan je hem niet zomaar weer omsmelten. Oké. Okay. Hmm, dit is curieus. En als ik dus goed begrijp, wordt dit eigenlijk straks dus een tegel? Of heb je er heel veel meer voor nodig? Hoeveel bakjes heb je nodig om één zo'n lei... Ik had een weegschaal mee moeten nemen. Ik heb één zo'n lei hier meegenomen. Ja? Je hebt wel echt wat meer bakjes nodig. Okay. Voel maar even qua gewicht. Ja. De mensen kunnen straks ook achteraf voelen. Dit voelt inderdaad als, misschien een paar honderd gram. Ja. Ja, dit is denk ik 300 gram was hij volgens mij. Ja. En dit is, ik heb geen idee wat dit is. Maar... Het is een stuk minder. Ik denk dat je wel 10 van zulke bakjes nodig hebt om dat te kunnen maken. Okay. Ja. En hoe kom je dan bij de kleurstelling? Want als designer ben je natuurlijk ook benieuwd van, ziet het er dan nog toonbaar uit? En ook cool, dit wordt gewoon een heel wit ding. Maar ze zijn allemaal een beetje anders. Maar dat is dus ook het rare. Want er is dus, als je dus naar de nu je plastic in de afvalbak gooit in de oranje container, dan gaat het naar Rotterdam. En in Rotterdam staat nu de meest fancy recyclefabriek van Europa, die dat dan kan scheiden. Dus dan gooi je alle plastics bij elkaar. Ja. En dan die kan dat scheiden. Die doet dat op gewicht en op allerlei andere manieren. Op die 7 nummers eigenlijk. Op die 7 nummers, zeggen ze. Maar ik zie daar een filmpje en vervolgens zie ik daar een baal staan en dat heet dan gescheiden. Nou, dat is één grote bende. Ja. Ja, het zal vast wel een beetje kloppen, maar dit klopt ook nog heel veel niet, want er zijn echt niet die dopjes hiervan afgehaald. En er zit nog heel veel in dit etiket. Nou ja, dat gaan we dus nu proberen eraf te halen. Ja. Ja, daar ga je al. Daar gaan we al. Ja. Dat gaat gewoon niet. Ja, dat zit dan met lijm. En er zitten ook nog zoveel lijmresten blijven erachter. Ja. Dus dat krijg je er gewoon nooit meer af. En dat is eigenlijk heel makkelijk op te lossen. Hè? Het is niet een soort van... Ik bedoel, maak een losse wikkel van papier. En papier en plastic is ook goed scheiden. Trekt uit elkaar en je gooit de wikkel weg. En bij papier en dit bij plastic. Dan is het op... Ik bedoel, het is niet... Maar dit krijg je nooit meer los van elkaar, deze materialen. Het lijkt me ook nog best... goedkoop om een wikkel te maken van papier zonder lijm. En ja, en waarom gebeurt het dan niet? Geen idee. En als je dan naar bijvoorbeeld de biologische dingen koopt in de supermarkt, van verpakkingen, dacht ik nu niet mee, maar lijkt het wel alsof ze met extra lijm vastzitten. Dan denk ik, dat is alles biologisch en dan pakken ze nog... Misschien ook biologische lijm, maar geen idee.
Maar ja, dat, in ieder geval, je ziet dus al dat dit dus al echt, bedoel, eigenlijk al onmogelijk. Dit wordt een Mission Impossible. Ja. En nou, we hebben dus voor dat project dus echt enkele duizenden kilo's zo met de hand gedaan. Okay. Maar we hebben dus ook met op kleur gesorteerd, want dat is dus wat in de industrie ook niet gebeurt. Dus dat je dus dan alle kleur bij elkaar en dan. Het wordt altijd, het degradeert gewoon. Terwijl als je dit gewoon echt als materiaal, is hier niks mis mee. Het is een heel mooi materiaal. Hmm. En ik bedoel, ja. En dan combineer je het dus op kleur in eerste instantie? Wij doen alles dus op kleur sorteren en op soort. Ja. Dozen met PP, dozen met HDPE. Hmm. En dan sorteren we dat op kleur, kleurgroepen. Er zit natuurlijk ergens een, dus alle geel, oranje bij elkaar, alle enzovoort. Ja. En dan krijg je, dan vermalen we dat. En dit is eigenlijk een slecht voorbeeld, want ik had niet dat echt van tevoren zo bedacht, maar ik had nog iets mee. Ja. Maar dit is een beetje al, dit is al te rommelig eigenlijk. Dit is, maar oké, dan hebben we toch een beetje een idee van wat je. Dit is de bruin-gele bij elkaar. Een beetje de herfstkleur. En dit is, ja, precies. Ja. En dit is dus eigenlijk, dit had dit dus een dat, dopje daar kunnen daar zijn. Daar zit een geheid van die dopjes in. Okay. Ja, maar ja, voordat je dit hebt, dat zijn best wel dopjes en dingen en zo. Ja. Dat is best wel, ja. Ja. Ja, ik denk dat dit twee tegels zijn of zo, dat is niet eens. Ja. 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 Hoe reageert de industrie hierop? Niet alleen de industrie die spaanflessen maakt, maar ook de recycle-industrie. Ja. Ja, zijn ze blij met jullie of niet? Bijvoorbeeld, ik sprak de directeur van de branchevereniging van de granulaten. Dus dat is, dit is een granulaat. En die gaat dus over nieuwe en recyclaten. Dus een recyclaat is een gerecycled granulaat. En die zei van, er is een probleem, want er is een overschot aan gerecycled materiaal. Dat is een first world problem, maar of misschien. Nee, dus een overschot aan het recyclaat. Dus er is meer recyclaat dan dat de industrie gebruikt. Dus, en dat komt, zegt hij, van ja, Philips wil geen plastic koffiezetapparaat maken, omdat de kwaliteit van het recyclaat niet hoog genoeg is. Oké. Okay. En is dat ook omdat de kleur niet helemaal juist is? Of zit de kwaliteit in andere dingen? Ja, omdat er natuurlijk gewoon, ik bedoel, kijk, ze gaan echt niet al die etiketten er helemaal, bedoel, ze proberen het wel een beetje te wassen en zo, maar er is natuurlijk, dat materiaal gaat steeds wordt steeds minder in kwaliteit. Ja. En dus daar zit een probleem in, dus dat de kwaliteit van het recyclaat is gewoon niet goed. En we hebben op een gegeven moment, we hadden dat project voor de Hogeschool van Amsterdam, het staat nu, maar jullie hebben het net gezien. Ja. En toen hadden we net op het allerlaatste, toen was een deadline en we hadden net te weinig. Okay. En ik denk, ja, wat doe je dan? Ga je dan nieuw plastic halen? Nee, ja, dat kan echt niet. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat, we gaan gewoon naar een recyclebedrijf en we vragen gewoon om één zak gerecycled kunststof van hun. Ik bedoel, ja, klinkt niet? Redelijk. Ja, toch? Klinkt redelijk. Dus we hebben zo'n zak gekocht. Nou, vervolgens gooien we dat in een bak water. Eerst liep de spuitgietmachine helemaal vast. Dus onze machine liep helemaal meteen, binnen de eerste kort keer echt piepend, kraken, al mijn onderdelen braken, ging helemaal mis. Okay. Echt, even dacht, wat is hier nou aan de hand? Nou, dan bleek een stuk staal, dingen helemaal uit elkaar gaan, bleek een stuk staal in te zitten. Staal in In het gerecyclede materiaal. Okay. Nou ja, vervolgens gooi je dan in een bak water, denk je, dat is makkelijk, dan zinkt in ieder geval het staal. Eens kijken, nou, dan ligt er dus, vervolgens is dat dus de helft is dus, blijft drijven en de andere helft zinkt. Dat is mij verkocht als PP en PP drijft. En ik hoop niet op gewicht dat je dat gekocht hebt, want dan heb je best een. Nou, maar dat gebeurt dus. Ja. Ze zeggen dus ook, ik heb dus ook gehoord dus dat er vaak in de industrie, vooral in China en zo, kalk wordt bijgemengd. Want kalk, een kilo puur, of een ton puur PP kost €900. Okay. Een ton kalk kost €30. Dus het is heel makkelijk om nog wat kalk bij te mengen. Ja. En dan wordt het ineens heel veel meer waard. Ja. Dus er wordt enorm in gerommeld. Ik begrijp ook nog steeds niet helemaal hoe dat. Ik zou eigenlijk heel graag willen dat de Keuringsdienst van Waarde of zo daar een keer een programma over maakt. Dat wil ik altijd nog vragen. Want het is echt. Als je daar volgens mij induikt, is dat een wereld. Ik weet het niet, hè. Maar ik bedoel, je komt er al bijna niet binnen bij die bedrijven. Ze doen er al heel moeilijk over. En dan, maar je ziet in ieder geval wel hoe dat dan gaat. Er liggen daar bergen gewoon afval. En dat is gewoon bij zo'n stort. En dat is gewoon alles door elkaar. En dat gaat dan door zo'n shredder, zo'n maler. En dan wordt dat samengeperst. En dan gaat dat wordt dat verkocht. Ja. En kwalitatief is dat heel erg slecht. Wat eigenlijk zonde is. Want dit is eigenlijk kwalitatief best wel goed materiaal. Ja, gewoon heel stevig. Ja. En dat gaat eigenlijk nog verder. Wij waren bij een spuitgietbedrijf. Die spuitgieten. En dan
als je spuit giet, dan heb je altijd een aanspuitmond. En dat heb je eigenlijk hier ook. Dus dat is dat puntje wat je hier ziet. Daar komt het materiaal eigenlijk in de mal. Ja. Dat doen zij ook met hele grote machines. Spuiten ze met heel veel druk in de mal. Elk product heeft ook zo'n puntje. Alleen bij ons is het puntje nogal groot. Hier zie je hem ook. Ja. Maar vaak is het echt een soort naveltje. Iedereen kent wel ergens zo'n puntje. In de industrie is dat ongeveer, ik geloof dat ze accepteren, een millimeter of zo. Okay. Dat is of nog kleiner. Dat hangt een beetje van het product af. Daarmee, de industrie die streeft ook een soort van perfectie eigenlijk na. En wij hebben gewoon gezegd, we maken gewoon een grote spuitgietmond. Ja. Daarmee maakten we de machine meteen een stuk makkelijker. En we laten dat ding gewoon... gewoon zien. Ja. Waarom heb je voor deze vorm gekozen? Dan een soort zeshoek? Ja, dit is echt speciaal voor de Hogeschool van Amsterdam, voor dat project gedaan. En wat er hier leuk in is, is dat je ze in elkaar klikt met draden. Ja. En dat ze dus ook tweezijdig zichtbaar zijn. Dus straks als bouwmateriaal, dan heb je natuurlijk het hele pakket aan isolatie en al dat soort dingen. En dan kunnen we alleen PP trouwens gebruiken, want dat is UV-bestendig te maken. Of dat is UV-bestendig. HDPE niet, dat wordt bros onder zonlicht. En voor buiten wordt het dus een andere vorm. We kunnen in principe elke vorm erop schroeven. Ja. En dit is wel de vorm waar jullie beneden ook mee exposeren? Dat is de vorm. Kan het ook heel veel groter of kleiner worden? Kun je daar heel veel in variëren? Of is dit ook wel een beetje op een gegeven moment heel veel groter wordt lastig. Ja? Je moet een beetje voorstellen, toen wij naar een spuitgietbedrijf... Oh ja, maar dat wilde ik echt net over die spuitmondjes. Ik denk, waar was ik eigenlijk al onderweg? Maar in de industrie zeggen ze, als je hiermee komt van ik wil ongeveer zo'n product maken, van we gaan uit karton, laat je dat dan zien, zo groot. Dan zeggen ze van ja, dan moet je een mal hebben. Die mal die kost 30.000 euro of zoiets, een hele grote mal. En dan spuiten ze dat dus echt in de tiende van seconde spuiten ze dat door zo'n klein gaatje en dan zit dat ding vol. En dan koelt die mal, die neemt meteen al die hitte op. Ja. En dan gaat die mal, die valt uit elkaar en dan heb je het product. En dan de volgende enzovoort. Dat gaat heel snel, ongeveer een minuut per product. Soms nog iets minder. Dat is, wow. Ja. Wat wij doen, wij verhitten die mallen voor. Wij schroeven er een mal op. En we laten hem gewoon rustig vollopen. Daardoor hebben wij geen machine van 15 meter nodig met een enorme drukkracht. En is dat ding gewoon heel behapbaar eigenlijk wat wij hebben. Het is een beetje slow design, maar je bent wel dus, je staat heel dicht op het proces. Ja, en het is nu, wat er grappig aan is dat je... dat je dus gewoon onprecisie erin krijgt. En eigenlijk, dit is de industrie die walgt hier echt van. Dus dat is dan eigenlijk het andere. Nou, ik ken designers die er ook van walgen van onprecisie. Die zeggen van, oh, dat is... Ja, dat is maar ik vind zelf, als je beneden kijkt... Ik bedoel, eens zo'n tegel is nog niet zo interessant. Maar als je al die dingen bij elkaar ziet, wordt het wel een heel mooi beeld. Ja. En dat is eigenlijk het andere ding. Dus de ene kant denk ik dat wat zou moeten gebeuren is dat de industrie... af en toe moet proberen ook te ontwerpen met minder precisie. En dat daar de schoonheid in zit. En aan de andere kant moet de kwaliteit van het recyclaat omhoog... om dat gerecyclede materiaal te kunnen gebruiken. Ja, dit is heel mooi en overtuigend bewijs... dus dat er iets zinvols mee te doen is met het recyclaat. Wat voor andere toepassingen zijn nou wel en niet geschikt? Want je zegt net zelf al, met de UV-straling heb je wel wat problemen. Zijn er andere dingen waar je tegenaan liep? Dat je zegt, nou... Het is bijvoorbeeld niet ofwel waterbestendig of met geluid doet het iets? Nee, nog niet. Maar wij willen echt gewoon een gevelmateriaal maken. Dat is echt het doel. En dat kan. We hebben meerdere mensen gesproken en dat lijkt gewoon te kunnen. En de volgende stap is om te kijken of we dit ook op wat grotere schaal... Want dit is natuurlijk heel klein. We kunnen nu 120 tegels op een dag maken. Dus dat schiet echt nog niet op. En dat is echt meer om het plastic te begrijpen. En de volgende stap is, kunnen we dit ook met de industrie voor elkaar gaan krijgen op iets grotere schaal? En ik vind het wel interessant is dat er heel veel ontwerpers zijn bezig... Ik bedoel, er zijn meer mensen met plastic bezig. En, maar heel veel ontwerpers zijn eigenlijk bezig in de zin van... die maken een lampkap of een schaal of een, dat soort dingen. En aan de andere kant heb je de industrie, een enorme recycle-industrie... waar het over die onbegrijpelijk is, waar je niet doorheen komt. Wat een soort van industrie is die volgens mij... je weet niet precies wat er gebeurt. Jij gooit iets in de vuilnisbak en mensen weten daarna niet wat er... mee gebeurt. Mm-hmm. En ik vind het wel interessant om te kijken, we zouden graag ertussenin willen zitten. Dus de volgende stap is ook om te kijken dat je wel een serieuze hoeveelheid kan gebruiken voor dat materiaal. En dat, daarvoor denk ik dat geven materiaal zich wel echt leent. Ja. En in hoeverre is het proces van het maken ook onderdeel van
Dat je zegt van dat wil ik laten zien. Want volgens mij, ik heb een keer zo'n foto, of was volgens mij was een filmpje gezien, dat je echt inderdaad dat erin stopt en dat je gewoon ziet als een soort bijna strip van wat er uitkomt. Ja, we hebben dus die machines en dat is eigenlijk bijna inderdaad een strip. Het is gewoon een begin, het is heel zichtbaar. En dat was ook het idee wat we hadden voor het gebouw in Amsterdam-Noord. Dus dat mensen echt gewoon in de buurt kunnen inzamelen en dat je tegelijkertijd met dat plastic wat jij weggooit normaal, dat daar iets in de buurt ontstaat. Ja. En dat is natuurlijk wel heel mooi, dat je er gewoon heel direct ineens voelt van ah ja, dit gooi ik normaal weg en nu wordt het iets. Ja. Ja. Wat is nou het beste object wat zich heel goed leent hiervoor, wat een heel mooi resultaat geeft? Want ik kan me voorstellen dat je een soort favoriet iets hebt, dat je denkt, ah, yes, een shampoofles. Of heb je dat zo, je bedoelt gewoon... Ja, wat is nou echt het summum daarvan? Ja, het fijnste is als het moet niet te groot nu voor ons, zeg maar. Okay. Dus we hebben ook wel eens een keer van die enorme jerrycans gehad van iemand. En dat is niet handig, want die passen dan niet door onze... Okay. Maler. Dus dat is, dan denk je, oh, lekker veel plastic. En dan sta je er en denk je, oh shit, moet eerst dan, dat is heel onhandig. Dus eigenlijk is dit is eigenlijk perfect. Dit is ook goed. Dat is maar gewoon die harde kunststoffen, dit, zo'n emmertje, dat is geweldig. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk hele goede kunststoffen. Dit ook, deze. Ja. Alleen hier is wel weer interessant, hier zitten dan weer drukinkten direct op. Je weet natuurlijk ook niet wat er precies is. Dit is geen, zie je? Dit is gewoon geen los etiket, maar het zit gewoon opgeprint. Verder is het wel pp. Ja, ik zie nummer 5 staan. Deze ook. Deksel ook. Dat is ook best wel fijn. Dat het deksel en het ding zelf gewoon hetzelfde materiaal is. En dat je dit gewoon weer her kan gebruiken. Maar houdt de inkt je dan tegen om het niet te doen? Of zeg nee, je we gebruiken dat wel. Alleen, het is natuurlijk wel weer... Eigenlijk, ik bedoel, het vervuilt wel weer het materiaal. En ik vind het toch altijd... bedoel, je weet gewoon niet precies wat je omsmelt. Dus dat is toch wel een minder prettig idee. Ja. Oké. En dan wil ik even weten... Zijn er nog andere objecten die je hebt meegenomen die... Ik zie nog een champignonbakje. Ja, champignonbakjes. Ja, die lijken bijvoorbeeld heel erg op... Oh ja, kijk, ik had vanochtend... Ik heb dus een huis gereld. Ik woon nu 2 weken in Eindhoven. Ja. En ik trok vanochtend dit uit de koelkast. Dat was niet van mij. En dat stond er al een tijdje. Ja. En dat, ik dacht ook, hup, in de prullenbak. En toen dacht ik, nee, wacht even, ik neem het mee. Ja, maar dit mooi. Is wel de kwaliteit waarin wij het krijgen, zeg maar. Dus dit is niet heel schoon. Ik bedoel, dit ziet er allemaal nog wel uit als een schoon proces. Maar dit is hoe mensen het weggooien. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van het recyclen. Op het moment dat je dit hebt, ja, wat is hier nou nog? Ja. Het is eigenlijk meer kaas dan plastic bijna. Dus maar je wil wel gescheiden hebben, dus... Ja. Ja. Moet je dan als designer ook niet zeggen van ja, laten we een parallel systeem maken waarin we mensen voorlichten van hoe ze eigenlijk wel moeten gaan recyclen? Of is het is denk ik niet heel eenduidig op te lossen. Het is echt super ingewikkeld, maar de oplossing zit hem volgens mij in door slimmere verpakkingen te maken. Ja. Het zou al heel handig zijn als er gewoon los etiket omheen zit en als alles pp is. Dat zou echt wel... Ik weet ook niet zo goed, dat is ook, ik weet het echt niet. Hè. Ik weet gewoon niet waarom een champignonbakje nou uit PS, kijk dit is PS nummer 6, gemaakt moet worden en dat deze uit PP gemaakt moet worden. Waarom? Ja, misschien zit er iemand in de zaal die het... Ja, en waarom? En waarom is dat, waarom zou je dan, waarom al die verschillende soorten? En waarom kan je dat niet gewoon slimmer ontwerpen? Er wordt gewoon in het ontwerp gewoon echt niet over nagedacht. Dus ik had bijvoorbeeld deze, dit is helemaal interessant. Ja. We zijn bij de koffiemelk aanbeland. Zien we het een beetje? Het begint lekker vol te raken. Ja, volgens mij is het goed te zien. De koffiemelk. Ja, dan hebben we dus dit. Ja. Ik heb geen idee wat dit is. Ja, dit kunnen wij gewoon niet gebruiken. Want dit zijn allemaal van die zachte plastics. En dat blijft altijd een laagwaardige plastic. Het is ik weet, ze hebben het er niet eens opgezet. Nou, okay. En dan hebben we dus de koffiemelk. Maar dan... Dat tinnetje, ja, dan trek je hem dus open. Ja. Nou, je ziet al wat er gebeurt. Dan heb je dus hier een aluminium dingetje erop. Nou, dit krijg je nooit meer van elkaar. En er zit hier dus aluminium op dat plastic. Terwijl dat plastic eigenlijk best wel gewoon bruikbaar en waarschijnlijk gewoon pp is. Ik kan het net zo goed even op die andere bekijken. Maar... Ja, dat is een handige. PS. Oh ja, dit is hetzelfde als het champignonbakje. Oké. Het is wel veel dikker natuurlijk. Ja, het is veel dikker. Dus je herkent het ook echt niet. Nee. Soms heb ik wel een vermoeden, maar ja... Andere. En dit is dus daardoor onbruikbaar, omdat er lijm en aluminium op zit. Er zit aluminium op. Die is een soort van, nog best wel dik ook. Hè. Het is echt een... Chipzakken, die bestaan bijvoorbeeld uit...
sprak dus ook die man van die, die recycle recyclaten en zo. En die vertelde, ik wist het ook wel, dat die chipzakken, die bestaan dus tegenwoordig uit 7 laagjes. Eén zo'n, we zien het als 1 chipzak, maar dat zijn gewoon composieten met allemaal om de chips een jaar houdbaar te maken. Maar als je gewoon een normale chipzak pakt, dan kan je hem in normaal plastic, dan zou je hem, is hij een maand houdbaar. En dat is natuurlijk ook lang genoeg. Alleen die verpakkingsindustrie probeert steeds iets nieuws uit te vinden. Ja. En daardoor stoppen ze er allemaal dingen in. Er bestaat dus stiekem uit 7 laagjes. Nou, daar kan je niks meer mee. Ja. Ja. Kun je nog voor een leek ook uitleggen, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten plastic. Het basisbestanddeel is in ieder geval heel belangrijk daarvoor voor het productieproces olie. Maar wat zit er dan verder nog bij? Voor mij is het nog steeds, het duizelt me. Ja, maar dat is het dus bij mij ook. Want ik weet ook dus heel veel dingen niet. Het duizelt mij dus ook. Ik ben er nu ingedoken. Ja. En ik ga er ook niet, denk ik, helemaal uitkomen. Ik weet het niet. Fascineert het nog genoeg om daarin door te gaan en om nog volgende projecten te doen? Ja, ik vind dit wel echt een... Het zou natuurlijk in zekere zin... Ik vind het vooral leuk om gewoon... Dat die verpakking wat je gewoon normaal weggooit... gewoon echt weer iets goeds kan worden. En dat vind ik wel fascinerend. Nou, stel dat er een Aziatische kopie komt hiervan... en die dat wel gewoon rechtstreeks zo gaan maken. Wat is daar dan de consequentie van? Stel dat zij gewoon zeggen... nou, we hebben gewoon heel veel van die dopjes... maar we gaan nu ook van die tegels maken. Het zag er leuk uit op de Dutch Design Week. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat het sowieso dan wel anders wordt. Omdat juist wat wij dus doen, wij gooien dan... Ik bedoel, je krijgt net een beetje van die rare kleurschakeringen. En dat is juist de schoonheid, denk ik. En dat je... juist die niet-precisie. Ik bedoel, ik sta er echt als een soort van kok, zeg maar, nog een beetje geel en een beetje groen. En dan komt er een... Ja. En dan denk ik, oh nee, ik wil nu een tegel, die gaat iets meer die kant op. En dan heb je, bij deze zie je, het is eigenlijk een beetje een saaie tegel dit. Maar die, soms heb je er ook in het midden, dan ga je over naar een andere kleur. En dan krijgt hij dus in het midden ineens een andere kleur. En dat is natuurlijk, elke keer openen we die bal en dan is het weer een verrassing wat eruit komt. En dat is superleuk. Zijn jullie het dan altijd eens over welke je wel en niet kan gebruiken? Want ik kan me ook voorstellen... Oh ja, dat is het rare daaraan. Ik vind, ze worden eigenlijk allemaal mooi. Bij elkaar, zeg maar. Dus niet als je ze gewoon goed sorteert. Soms heb je er wel eentje dat je denkt, dat is niet zo. Maar als het dan in het geheel gaat, dat eigenlijk altijd wel goed. Ja. Okay. Dat zit nu dus nog in de pijpleiding. Je zei, de capaciteit is nu 120, wat je op een dag kan doen. Wat zou je idealiter willen draaien aan productie hiervan? Ik wil heel graag, sowieso kunnen we dit niet zelf gaan doen. Dus dit is echt een soort van oefenmodel, zeg maar. En het is meer om mensen te laten zien wat je weggooit en wat je er nog mee kan. Is het heel erg bruikbaar. Vooral omdat dat fabriekje wat we hebben ook gewoon heel erg fijn is om te zien, denk ik. Gewoon mooi, het zijn gewoon 6 hele mooie machines. En we hebben ook bijvoorbeeld deze zomer 40 workshops aan schoolkinderen gegeven op Fab City. Dat was in Amsterdam. Ja. En dan is het heel erg leuk. Ik bedoel, er komen allemaal kinderen met hun huisafval en die gooien dat erin. En aan het einde hebben we gewoon een paar van die leien. En dat is natuurlijk wel heel grappig, dat je uiteindelijk met z'n allen zo'n stuk muur bouwt. Ja. Dus daarvoor is die machine heel goed. Maar die is niet goed genoeg voor een serieuze productie. Dus we zijn nu vanaf gaan we beginnen om daar echt een vervolgstap in te maken. Ja. Het is echt work in progress. Okay. Ja. Nou, daarom ook heel blij dat je dat al kan toelichten. En wat natuurlijk altijd wel een paradox is bij designers, is op het moment dat je iets maakt, dan zien mensen niet per se het verhaal erachter. Dus hoe zorg je ervoor, zonder het met een bordje erbij, hoe zorg je ervoor dat mensen ook het verhaal erachter meekrijgen? Ja, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want ik bedoel, waarom zou je niet... Ja, maar dat is natuurlijk, je hoeft natuurlijk... Dat is zo'n idee dat als iets gerecycled is of duurzaam, van hele duurzame materialen... Ik bedoel, als je hier door het klokgebouw loopt en je weet het niet... Ziet het er gewoon uit als een goede tentoonstelling, hoop ik. En dat is toch wel het doel. Ja. En dat idee dat het meteen zo'n brikenbrak gerecycled eruit moet zien... Ja. Dat is natuurlijk een belachelijk idee. Het moet juist gewoon er heel goed uitzien. En je moet het juist helemaal niet zien. Je moet het helemaal niet zien. En ook niet vertellen dus, zeg je. Nee, je mag het wel vertellen. Dat is wel goed. Maar ik vind niet dat je het er per se... Kijk, het is wel leuk als je het op een of andere manier ziet. Het er natuurlijk wel aan af. Mm. Want ook bij die Noorderparkbar die we hebben gebouwd... Misschien kan je even dat plaatje daarvan laten zien... Dat is dus dat gebouwtje wat we gemaakt hebben. Daar hebben we een beeld van. Ja, daar is een beeld van. Uit 100% marktplaatsmaterialen. Ja. Dat is deze. En dan hebben we dus een vrachtwagen gekocht op marktplaats. En zijn we Nederland doorgereden, 10.000 kilometer. En hebben we alle materialen verzameld. Maar ook alle verhalen erachter. Die hebben we op een website gepresenteerd. Ja. En uiteindelijk hadden we een gebouwtje wat er eigenlijk
uitzag als nieuw. Maar toch zag je wel dat het... Ik bedoel, je voelde ergens wel dat het uit gerecycled materiaal was gemaakt. Maar het was bijvoorbeeld... Alle kozijnen hadden wel gewoon 4 lagen witte verf en helemaal strak in de lak. Ja. Weliswaar alle potjes wit die we konden kopen op marktplaats bij elkaar. Tot onze eigen marktplaats wit en zo. Maar dan... maar wel netjes. Dus dat is denk ik de rol van de ontwerper ook. Dat je daar gewoon een soort van keuzes in kan maken. Dat het er ineens wel goed uitziet. Ja. En ja, dan moet je maar een keer op de website kijken. Zo. We hadden bijvoorbeeld, die staat hier niet op. Maar wel ook de wc. Daar hadden we allemaal groene tegeltjes bij elkaar gesorteerd. En je ziet daar, die zie je nu niet echt, de bar zelf. Die bestaat uit allemaal witte tegeltjes. Want je kan nooit genoeg meters vinden natuurlijk op marktplaats. Om alles in één keer te tegelen. Maar door die keuzes te maken... ja, wordt het toch ineens een goed ding. Okay. Hoop ik, denk ik. Ja, nee, ik ben er toevallig geweest. Ik wist dit niet. Grappig. Ik woonde vlakbij en ik dacht, ja, dit is curieus. En ik was wel getriggerd door hoe het eruit zag. Alleen ik wist het verhaal erachter niet. Nu heb je ook heel veel marktplaatservaring. Gewoon gratis erbij gekregen. Wat heb je daarvan geleerd als designer? Als het gaat om grondstoffen en materiaal dat je verzamelt. Het is natuurlijk een tijdrovende activiteit. Ja, kijk, dit is natuurlijk. Dit ding is. Dit heeft veel te veel tijd gekost om te bouwen. Ja. Want elke raamkozijn, dat moet je puzzelen. Eerst koop je gewoon een hele berg raamkozijnen. En dan. En we hebben ook. Ja, dat zie je ook niet echt hierop nog. Maar we hebben ook. Je ziet het een klein beetje. Dakkoepels, allemaal dakramen erin gezet. En dan op een gegeven moment hou je ergens een gat over en vind dan maar dat laatste kozijn wat de goede afmetingen heeft. Weet je? Dus dat is dan, Zijn jullie dan wel heel streng van het moet echt allemaal van marktplaats komen? Echt alles is van marktplaats. Okay. Maar ook echt alles. Ja. Het is niet voor geen 99, gewoon 100%. Okay. Ja. Ja, dat vraagt wel. Ik bedoel, ik vraag me dan toch af soms. Oké, je bent al zover. Ik bewonder ook de volharding, maar ik denk ook wel eens van wat bezielt je. Ik bedoel, het kost zoveel jaar. Jullie maken heel veel mooie dingen. Als dit dan een project is wat gewoon heel veel anderen overleeft, als het ware, en niet afkomt, denk je dan niet van... Ja, maar zoveel op een gegeven moment is het ook... Ik bedoel, het was een half jaar bouwen of zo. Dat is ook wel weer te overzien. Toch? Ja. Ik bedoel. En dat is ook heel leuk, want je hebt al die verhalen. En die hebben we ook op een website achter de materialen. En Okay. Wie was jullie opdrachtgever van dit? Oh ja, dat waren we zelf. Oké. Okay. Ja. Dat is mooi. Dat heet autonoom, geloof dit ik. Dit project hebben we trouwens even heel goed om te zeggen. Dit project, deze twee projecten, zo plastic als de Noorderparkbar, doen we samen met bureau Sla, architectenbureau. Ja. Wij woonden in Amsterdam-Noord. Daar woonden we blijkbaar bij elkaar om de hoek. Ja, ja, hadden we het ook daar kunnen houden. Precies. We wonen daar niet meer, maar toen, een paar jaar geleden, kon je nog geen koffie drinken in Amsterdam-Noord. En toen dachten we willen gewoon onze eigen bar. En wij kwamen wel eens in Noorderpark. En daar zat ook een klein gebouwtje, dat heet het Noorderpark Kamer. Ja. En die doen allerlei programmering. En onze buurman, Peter van Assen van bureau Sla, die woont daar ook om de hoek. Die woont er nog steeds. Okay. En die kwam daar ook. En die dacht ook, ik wil koffie drinken. Dus we hadden dat allebei afzonderlijk van elkaar tegen Floor Siegelen van die Noorderparkkamer gezegd. En toen dachten we van... Dus toen zei zij van, ja leuk, maar dan heb ik twee mensen die graag een koffiebar willen bouwen. Gewoon samen. En gaan jullie maar samenwerken. En dat klikt heel goed. En eigenlijk alles wat wel grappig is, dat dit gebouwtje, het is maar 2 keer 18 vierkante meter. 18 vierkante meter binnen, 18 vierkante meter half buiten. Ging ineens gewoon, we waren ineens voor 6 architectuurprijzen genomineerd. Ging helemaal over internet, ging echt wereld over. We begrepen er helemaal niks van. Nee. Het ging helemaal los. En eigenlijk al het werk wat daaruit voort is gekomen, doen we nog steeds samen. En dat is eigenlijk ook dit project ook. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat het een soort PR-stunt is geweest. In ieder geval zo is het begrepen. Het was niet misschien zo bedoeld. Nee, zo is het niet bedoeld. Nee, nee. Het was gewoon uit overtuiging dat we gewoon een goed... Het begon er eigenlijk mee dat IJmeren ons een opdracht gaf. Ja. Dat was nog in de tijd dat er echt geld was. En die zeiden van... toen hadden we wel bedacht dat we het uit marktplaatsmaterialen gingen maken, maar meer uit een soort van... dat we gewoon dachten dat het goed zou worden van die tweedehands raamkozijnen. Ja. En vervolgens hadden we, zei Emire van ja, dat is de woningbouwvereniging trouwens. Die zei van ja, dan we willen ook een vergaderzaal en we willen een grote café en dit en dat. En dan waren we in zo'n hoofdkantoor met allemaal, echt met alle directeuren en zo. En dan werd ineens echt best wel een belangrijk ding. En toen zeiden ze van wat gaat het dan kosten? Vroegen ze aan ons. En toen zeiden wij, nou ja, omdat het markt tweedehands materiaal is, denken we voor 1,5-2 ton dat gebouw te kunnen maken. Toen zeiden ze nee. Dat gaat jullie echt nooit lukken. Nee. Dat wordt zeker 3 ton. En wij zeggen, ja, nou, okay, ja, wij denken dat dat wel kan.
Nee, en toen zeiden ze van allemaal risico en dit en dat. Dus toen zeiden ze van het kost 3 ton. Zei ik, dat is ook goed, dan geef je ons 3 ton, dan gaat het ook goed. Dat wilden ze dus doen. Ja. En toen was het dus crisis ineens. En toen hoorden we niks meer van ze. En 2 jaar later werden we opgebeld door de directeur uit IJmeren van Amsterdam Noord. En die zei, toch jammer dat het nooit is doorgegaan. Ik heb nog een budget van 1/10 voor 30.000 euro. En we hadden toen ooit gezegd, we kunnen een soort van proef maken van 1/10. En dan laten we gewoon zien dat het kan. Ja. En omdat ze het ook allemaal maar spannend vonden en zo, hoe gaat het er dan uitzien? En wij zeiden, ja, weten we niet hoe het eruit gaat zien, wij gaan gewoon bouwen en het wordt gewoon goed. En dat is een beetje lastig en dat was ook voor de vergunning erg lastig. Dus we hebben ook een vergunning gekregen op het proces, wat heel bijzonder is. Dus niet op het eindresultaat, maar op het proces. Want je weet natuurlijk niet precies wat je gaat maken, want de materialen moet je eerst nog maar vinden. En toen hebben we dus die 30.000 euro gekregen van IJmeren. Okay. En toen hebben we gezegd van... dus dat was de start van het Noorderpark. Okay. En toen hebben alle buurtbewoners nog meebetaald via crowdfunding. Yeah. En alle marktplaatsmensen van marktplaats.nl werken 150 mensen dagelijks aan die website om dat in de lucht te houden. Die hebben de 100 hebben daarvan een dag meegewerkt. Okay. De mensen die normaal achter de computer zitten. Ja. Ja. Dat is ook wel een mooie ervaring, denk ik. En daardoor wordt het verhaal ook verder verteld. Ja, dus het is ook wel heel erg een beetje in ons werk dat altijd dat proces is ook wel... altijd wel essentieel. Ik bedoel, ook, ja, het is altijd wel onderdeel van het eind van waar we mee bezig zijn. Onderscheidt jullie dat ook als designers ten opzichte van de andere design duo's die hier allemaal actief zijn? Of? Dat is lastig om dat zelf te zeggen, maar ik denk het wel eigenlijk. Ja. Ja, er zijn wel meer mensen natuurlijk bezig met het proces, maar op een andere manier. Ik denk dat wij dat op onze eigen manier doen. Ja. Ja. Okay. Ik ben benieuwd, zijn er vragen vanuit de zaal nog? Anders dan ga ik... Ja, daar is een vraag. Als de microfoon daarheen kan, dan kunnen we het ook op film horen. Ik heb een vraag. Is het nou al mogelijk om het niet handmatig te sorteren? Of doen jullie alles nog steeds handmatig? Nee, wij doen nog alles handmatig. Want dat lijkt me wel... In hoeverre staat dat in de weg om het groter te gaan doen? Dat is lastig, natuurlijk. Je kan dus wel... vanuit het huisafval is dat echt wel lastig. Want dan moet je dus gewoon... mensen echt zo ver zien te krijgen dat ze het gewoon zo goed mogelijk inleven. Kijk, dat op kleur sorteren is niet zoveel werk. Dat valt allemaal wel, dat is niet zoveel werk. Maar wat je net zag, zo'n fliebeltje hier afhalen en het etiket eraf. Dus dat inzamelen is het alleringewikkeldst om dat goed te krijgen. Ja. En wat wel interessant is, want dat was eigenlijk nog dat verhaal over dat spuitgietkanaal. Waar ik ja, dat is ook zo'n cliffhanger. Een beetje een cliffhanger, ja. Want toen wij dus daar naartoe gingen, in die industrie, en toen hadden ze dus... dus zo'n spuitgietkanaal eraan, het zijn best wel lange stukken. En dan weten ze dus welk materiaal het is. En dan zijn dus echt containers vol. En dat gaat gewoon... wordt opgehaald door Incova en dat gaat de verbrandingsoven in. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine dopjes, ja, als het ware. Ja, dat zijn kleine dopjes, maar dat is echt wel veel. Dus wij op een gegeven moment kwamen we ook gewoon met dozen van dat spul gewoon weg. En toen zeiden ja, dat is allemaal puur pp. Ja. Ja. Nou, en dan gooi je het normaal hebben, weg. Ja. En toen zeiden wij, gooi je het normaal weg, want je kan het gewoon ommalen en weer opnieuw gebruiken. Ja, maar dat is te veel gedoe. Dat zijn we niet gewend. Nee. Ja. Denk jij dat jouw voorbeeld en jullie proces... Dat wordt overgenomen uiteindelijk ook door de wat grotere industrie? Want je schetst aan de ene kant een beeld van een heel log en onoverzichtelijk oerwoud. Aan de andere kant denk ik, ja, als zij zoiets zien... dan moeten ze toch ook op een gegeven moment gaan denken... er zit een waarde in en het zou veel mooier zijn om het zo te gaan doen. Ja, maar volgens mij weten ze het zelf wel, maar is het heel moeilijk om daar uit te komen. Ik bedoel, als ik dan die meneer spreek die dan de basis van zo'n zo'n club. En dan, die zegt ook van ja, we weten het wel, maar het is niet, ik weet het, ik denk niet, het zou wel heel erg knap zijn als dat door één zo'n projectje dat je dit laat zien dat gaat lukken. Hè? Ja. Dat zou wel heel ideaal zijn, maar nee. Ja. Misschien, ik denk wel dat al die dingetjes bij elkaar wel bijdraagt. Dus ik bedoel, ik denk, wij zijn ook niet de enigen die op deze manier nadenken en ermee bezig zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen op allerlei manieren. En ik denk dat het heel goed is dat iedereen daar op zijn eigen manier mee bezig is. En ik denk dat wel al die dingen bij elkaar, dat uiteindelijk wel langzamerhand voor een verandering kan gaan zorgen. Maar dat is niet iets wat van de een op de andere dag plaatsvindt. Ja. Oké. Okay. Ja, daar is nog een vraag. De microfoon is er al aanwezig, dus stel je vraag. In hoeverre is het rendabel, wat jullie dan doen? Kijk naar de tijd die het kost. Om nu is het dus echt nog testen, zeg maar. Mm-hmm. En echt voor educatie en dat soort dingen. Dus in die zin is het rendabel.
Maar straks, het kan, denk ik. Ik geloof er echt in dat het vanuit de industrie ook kan. En ja, wat is rendabel? De Noorderparkbar was ook niet echt heel erg rendabel als je naar uren berekent. Maar ja, hij staat er, maar mooi wel. Ja. Ja. Daar is nog een vraag. Ja, want waarom wordt eigenlijk het overschot aan aan plastic niet hierheen gebracht, waar studenten er misschien nog wat mee kunnen doen? Maar hier? Of waar, wat bedoel ja, je? Ik bedoel naar de Design Academy, zeg maar. Oké. Okay. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Misschien. Dat zou goed kunnen als je. Ja, ja, opslag. Wat opslag bij de academie. Het gaat wel vrij rap hoor, kan ik je vertellen. Je schrikt ervan als je dat zegt. Als je zegt van kom maar door met dat plastic, wat je dan krijgt. Binnen een paar dagen ligt die academie tot aan de nok gevuld. Ja, of een deel in ieder geval. Ja, ja. Ja. Maar het zou wel. Het lijkt me leuk om een keer een project te doen met de academie hiermee. Ja, zeker. Hm. Ja. Geef je ook lessen, behalve dan de onderwijsprojecten die hier aan verbonden zijn? Soms, les? Als ja? gastdocent. Nu ja. Even niet, soms wel. Ja. Okay. En merk je dan dat dit een beweging is of een trend die, die breder gehoor vindt? Dus dat mensen ook steeds meer geïnteresseerd zijn in het proces en dat het onderdeel wordt van het design? Zijn de designers van nu daarmee bezig? Een goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Nee. Ja, ik zit even te denken aan alle keren dat ik les gaf. Het was ook weer, even kijken, de laatste keer was, niet was de laatste keer, afgelopen jaar, ja. Ik weet niet, ik denk dat het wel zo, het is altijd lastig, want dan weet ik ook niet zo goed wat dan mijn invloed is of wat hun eigen, het hangt ook een beetje vanaf waar je les geeft. Soms ja. Is het dan dat ze, in de academie zijn ze wat eigenwijzer dan bij de andere academie, dus dat er zitten grote verschillen tussen. Is Eindhoven een eigenwijze academie? Ik heb daar nog nooit les gegeven. Okay. Ik heb de Rietveld les gegeven, Academie van Bouwkunst. Ja. Ja, compleet wereld van verschil ook. Okay. Dus er zitten echt grote verschillen in. Okay. Ja. Nou, dat voert misschien te ver voor vandaag. De Making of Your World zijn we begonnen met die vervelende vraag. Ik wil hem toch nog even stellen. En ik ben nu heel erg benieuwd. En ik merk ook dat er in de zaal veel rumoer is. Ja. Waar staat het voor? Ja, Overtreders W is, komt uit het verhaal van Winnie de Pooh. Daar stond voor bord bij Knorretjes Hol stond Overtreders W. Was gewoon een bordje wat was afgebroken. En Knorretje die verzon daar allerlei verhalen rondom die W. Overtreders Willem, zo heette zijn overgrootvader. En er is een designcriticus, die heeft, even voor de duidelijkheid, deze naam komt uit 2006. Dus dat okay, is ja. Op een gegeven moment zit je daar vast. Ja. Er is een designcriticus, Ed van Hinten, die heeft destijds een boek geschreven, Trespassers, Overtreders. En die haalt eigenlijk in zijn voorwoord aan, dat hier haalt hij dit verhaal aan. En dan zegt hij, dit is eigenlijk waar ontwerpen over zou moeten gaan, is dat je elke keer, zoals Knorretje, opnieuw naar dezelfde vraagstukken kijkt. Op een andere manier naar de vraagstukken kijkt. En dat is eigenlijk, denk ik, wat wij ook doen. Ik denk dat je daarom ook de wijze aan hebt gedaan om hiermee te eindigen. Want dit is natuurlijk wel een heel mooie metafoor. Zelf ben je er misschien wel een beetje klaar mee na 10 jaar. Om hem uit te leggen, ja. Maar, hij blijft wel bestaan, de naam, de komende tijd. Heb je een goed alternatief? Nou, nog niet, maar best lastig als je best lastig, hebt, inderdaad, ja. In ieder geval een naam die ook bijblijft. En ik denk ook zeker dat dat bij de aanwezigen hier zo is. Dus ik wil je graag bedanken voor dit mooie gesprek. En ook dank voor het ontleden en het uitleggen. Het is een soort mini-college plastic en recycling. Waar vind je dat nog? Dus dank, een groot applaus voor Rijn de Bakker. Dank je wel. We'll be right back.